denk lekker om weer op het veld te staan, want je moest er een paar weken moest je afwezig blijven. Een hersenschudding, had je zelf verwacht dat dat zo lang kon duren? Nee, want de volgende dag, het is sowieso lekker. Maar nee, dat had ik niet gedacht, want ik wilde eigenlijk die dag erna, dacht ik, maar ja, ik voel niks, dus het gaat gewoon goed. Dus ik dacht, nou, ik ga weer gewoon mijn ding doen, even naar oma toe, gewoon mijn ding doen. En toen gingen we de belasting hier opbouwen en toen ging het eigenlijk niet goed. En toen heb ik wel veel last gehad. En zelfs soms kan ik nog wel eens een steek hebben als ik bijvoorbeeld tv zit te kijken. Maar het gaat wel de goede kant op en het wordt steeds minder. Ja, je had echt best wel klachten ook, toch? Want hoe uitte zich dat, zeg maar? Dat je echt dacht van, oh, ik heb hier echt veel last van. Bedoel je op het moment zelf? Ja. Daar weet ik niks meer van. Maar ook in die dagen daarna? Ik ging hardlopen toen en toen kreeg ik steeds heel erg steken in mijn hoofd gewoon. En toen kon ik op een gegeven moment geen tv meer kijken, geen licht kon hebben. Dus ik kon helemaal eigenlijk heel weinig. En toen ben ik naar Den Haag gegaan. En daar ben ik behandeld ook. En toen ging het wel een stuk beter al. Maar ja, het is niet lekker. Nee. Nee. Je zegt dan nu af en toe nog een steekje, maar verder voel je je wel weer helemaal goed. Dan stond je ook niet weer op het veld. Nee, absoluut. Ik voel me ook gewoon weer fit en ik heb er gewoon heel veel zin in. En, ook weer lekker om 20 minuutjes gemaakt te hebben tegen Vitesse. Ja, want dan ben je er toch even uit geweest. Merk je daar nog iets van als je dan weer die eerste minuten weer maakt? Eigenlijk niet. Ik moet zeggen dat ik altijd wel fit ben. En we hadden ook een test gehad en dat liep ik ook weer voorop. Althans met de trainingen. Dus ik merk geen conditionele achterstand. Hoe vind je tot nu toe dat je seizoen hier loopt? Ook even dan voor de blessure? Gewoon goed. Het was eigenlijk jammer na die blessure. Ja. Want ik had natuurlijk mijn eerste basisplek. En dan hoop je natuurlijk op meer. Maar ja, dan komt dat. En dat wil je natuurlijk niet. Maar het is niet anders. Maar ik heb het gewoon onwijs naar mijn zin hier. Ik kom elke dag met een lach naar de club toe. Ik maak ook hier en daar mijn minuten. Dus ik heb het gewoon onwijs naar mijn zin. Ja, toen je kwam, toen ook even over gehad van, er wordt nog naar concurrentie gezocht. Uiteindelijk kwam Flap weer terug. Dan weet je, je moet de strijd aangaan. Is dat een leuke strijd ook wel om aan te gaan? Dat klinkt misschien gek, maar... Liever ga je natuurlijk geen strijd aan als voetballer en speel je gewoon alles. Maar het is wel een leuke strijd, omdat het Micho is en Micho is een leuke gozer. Dus dan is het wel een leuke strijd zeker. En ik leer van Micho, dus soms ook stiekem wel andersom, denk ik. Ja, wat kan hij van jou leren? Nou, we hebben het veel over voetbal, over dingen, hoe hij vrijkomt, hoe ik soms vrijkom. Want het is soms wel lastig om hier op 10 te spelen. Dus zo hebben we het over. Denk je ook wel eens, omdat dit natuurlijk jouw eerste jaar is bij Twente, toch weer even een stapje van Aden naar hier, een stapje hoger, dat je daarin ook jezelf wel iets tijd gunt van, het is ook niet heel gek als ik niet meteen een basisplaats heb? Of ben je juist iemand die denkt, dat probeer ik direct af te dwingen misschien? Ik probeer het natuurlijk elke dag af te dwingen, want ik hou gewoon van voetballen en ik wil natuurlijk gewoon spelen. Maar dat wil elke voetballer, alleen je weet dat als je van ADO naar Twente gaat, dat verschil gewoon heel groot is. En ik heb ook niet eerder op dit niveau gespeeld. Dus ik heb altijd bij ADO in de jeugd gespeeld en dan is het, merk je ook dat het verschil groot is. Dus dan weet je van tevoren van je gaat even moeten wennen. Maar ook dit komt wel goed. Nou, net op tijd terug voor een topper aanstaande zondag. Hoe kijk jij naar die wedstrijd uit? Ja, heel veel zin in. De Kuip voor spelen is altijd mooi. Ik heb me de debuut daar gemaakt toen ik 17 was. Dus ik heb er heel veel zin in en ik denk dat we een goede kans maken. Je debuut, heb je toen gewonnen, weet je dat nog? Nee hoor, 4-0 eraf. Okay. 4-0 eraf, daarom kwam ik erin.